huis in. Ja! Een weekend lang zonder ouders in een mooie villa leven. Toen Sky en Lizzie daarover hoorden, wilden ze maar al te graag meedoen. Ik wil graag meedoen, omdat ik gewoon het leuk vind om gewoon op mezelf te wonen. Want thuis moet je vaak wel gewoon bijvoorbeeld luisteren naar je ouders, maar daar hoefde dat niet. Daar kon je gewoon doen wat je zelf wou. Ja, en zo zonder ouders in de buurt doe je toch andere dingen. Een luchtbed opblazen en met op de grond leggen en dan van de bank op het luchtbed springen. Of met een blad blazen, alles omver blazen. Wat ik thuis eigenlijk nooit mag, dat deed ik gewoon in dat huis. Dus zoals gewoon snoep pakken wanneer ik maar wil. Ik heb een goed idee. We gaan koken. Ja. Ik heb een veel beter idee. We gaan gewoon lekker pizza bestellen. In het huis lag geld voor de kinderen dat ze konden gebruiken voor eten en drinken. We hadden een bepaald bedrag met z'n allen en dat konden we delen of dat konden we persoonlijk houden. En wij hebben dat gedeeld en daarmee hebben we dus allemaal pizza's besteld en de volgende dag patatjes. Toch was het soms ook best moeilijk, want er moesten natuurlijk ook klusjes worden gedaan. En wie doet wat? Is er iemand die zich vrijwillig aanbiedt om mee te helpen met de afwas? Nee. Wij deden echt alles van het opruimen. Echt wel alles. Die jongens zaten maar nog wel lekker op de bank van... Het lijkt alsof de kinderen het hele weekend met rust werden gelaten, maar dat was niet zo. Een aantal keer gebeurde er iets onverwachts. Zo stond er ineens een hond voor de deur en viel de stroom uit. Dat soort dingen is van tevoren bedacht, zegt tv-deskundige Simone Driessen, om te kijken hoe de kinderen reageren. Het zou heel saai zijn als we alleen maar 30 uur zouden kijken naar gamende kinderen. Dat is natuurlijk niet grappig, maar wat dan wel grappig is als je iets onverwachts doet. Dus wat als de tv bijvoorbeeld uitvalt? Hoe reageren ze dan? Worden ze dan boos? De kinderen kenden elkaar van tevoren niet, maar konden het wel goed met elkaar vinden. Het was een drukke groep kinderen. Ja, en we waren allemaal anders. De ander was weer heel erg hard, die kon overal tegen, de ander was heel emotioneel. Dat de kinderen allemaal erg verschillend zijn is niet toevallig. De makers hebben ze daarop uitgekozen. En dat zorgt volgens de deskundigen voor spannende televisie. Door die verschillende typetjes samen te zetten, gaan die kinderen op een bepaalde manier met elkaar samenwerken of niet. Dus dat kan ruzies opleveren, dat kan onverwachte vriendschappen opleveren. Het was dan ook best een vermoeiend weekend met veel snoep, weinig slaap en zelf opruimen. De kinderen waren blij toen ze weer gewoon terug bij hun ouders waren. Ik kan nog niet alles en het is ook al best wel lastig en moeizaam om alles zelf te doen.